eerder in de Bondgenoten. Een nieuwe mysterieuze brief ligt deze keer niet zomaar voor het grijpen. Hij moet eerst door Bo uit de lucht worden geschoten. Die mikt hem recht in de handen van teamgenoot Erik. Maar daardoor moeten de slangen nu 48 uur wakker blijven. Alle vier zo'n stok in je handen. En als je ziet dat iemand ook iets zegt, heeft, tik maar in het gezicht. Ik zie jou inderdaad vaak zie ik je wegdutten. Ja, jij moet echt tikken, moet jij krijgen, gewoon af en toe. Ja. En de groep is niet van plan om ze daarbij te helpen. Ja, maar die open haard flink aanstoken, heel vaak. Het enige wat je hoort is mijn stem. Danielle heeft al dagen last van zware migraine. En het wordt er alleen maar slechter op. Ze mag de loods dan ook tijdelijk verlaten voor een controle in het ziekenhuis. Het gaat echt heel slecht met me. En daarom ga ik nu naar het ziekenhuis. Hey, liefie, heel veel beterschap. Ja. Mary is dol enthousiast begonnen aan een creatieve monsterklus. Het zelf bedenken, spelen, regisseren en produceren van een toneelstuk. Oh, wacht even. Dit is een andere scène. Nee, waar ben ik? Oké, jongens, volg de gids. Ik mis een stukje. Maakt niet uit, geef me juist. Lopen maar, volg de gids. Kom, we can go now. Ik ken niet meer, hoor. Kom zo. Ben je samen of toch alleen? Zie je door de leugens heen? Iedereen speelt zijn eigen kaart. Wat zijn echte vrienden waard? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Sta je aan het eind nog aan mijn kant? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Ben je straks een vriend of een vijand? Vandaag moet het dan gaan gebeuren. De wereldpremière van Mary's theatershow. Het moment suprême waar vooral de bedenker zo naartoe heeft geleefd. Maar ondanks de licht chaotische repetities lijkt iedereen er toch klaar voor te zitten. Welkom bij Reizen met Meer. Fijn dat u gekozen heeft voor onze organisatie. Ik ben uw reisleider en mijn naam is Mary. En dit is onze chauffeur Gora. Over 5 minuutjes komen we aan in ons hotel. Wanneer komen ze naar de bar? Gaan ze naar het hotel? Van het hotel gaan ze naar de bar. Dan gaan ze volgens mij een drankje. Is de kamer naar wens? Allemaal geregeld nu? Helemaal geweldig. Ja, alles goed. Boos als tronsagrijnen. Heeft niet naar zijn zin volgens mij. Nee. Ik zou zeggen, ga ik naar de kamer. Ayo. Zie jullie straks. Nou. Oh, waar gaan we heen? Volgende scène. Ja, dat is hier echt zijn. Scène 2. Ja, scène 2. Klopt aan de achterkant. Oké, oh, wacht. So today we go for a very nice walk. It is a little bit dangerous, so stay close together. Everybody, ready? Yes. Okay, let's have fun. Let's go. To the top. Oh. Let's go. Yes, we go. Niet lang. Ik wil dood. Ik heb nu ontwacht. Wat is dat? We wandelen op een berg. In de bergen. Dus dat moet wel dit zijn. Zeg eens Mary. Daar is Mary. Daar is Mary. Hey, daar is Mary. Hey. Oh, wat is dit erg. Oh, wat is dit erg. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan, jongens. Ja, fantastisch. Terug naar de bus. Oh, was dat het? Nee, we gaan naar het laatste stukje doen. Nou komt de cliffhanger. Oh, een dikke uur geduurd. Nou, langer dan die oefensessie. Ga lekker even slapen. Kom eens. Nee, hier ja, goed zo. Zo dan. Wat vinden jullie eigenlijk van elkaar? Doei, ik ga je niet aan meedoen. Nou, gisteren zat ik zo in de keuken en ik zag een beetje knuffel. En die knuffel duurde langer dan normaal. Ja, dat vond ik ook ineens heel apart. Het was een soort van... Wat is dat? Kan je dat uitleggen? Ik voel me voor het blok gezet. Het was echt een soort van een liefdesknuffel, leek het wel. Nee, ja. Paringsdans. Het is onze niks, er is niks. Zijn jullie omdraaien voor elkaar in de club? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, ik zal wel kijken. Ja, echt? Zou jij naar haar kijken? Ja. Ja? Ja. Oh, jullie zouden naar elkaar kijken in de club. Enorm. Oh. Ja. Oh nee, terug die hand. Ja. Hallo, je wordt toch versieren. Nick, je moet echt... Nou is het klaar. De slangen zijn nog maar net bezig met hun 48 uur opdracht. Maar alle vier merken nu al hoe moeilijk het is om wakker te blijven. Dat vind ik echt lastig, hoor. Erik zegt, het haal makkelijk, haal hem makkelijk. Nou, ik ben benieuwd. 48 uur, dat is echt dat is gewoon, veel. Het is oncomfortabel lang. Maar je gaat echt fucked up voelen, hè? Je gaat echt heel dromerig zijn, heel lui. De truc is juist gewoon bezig blijven.
Ze redden het niet. Morgen overdag komt hij in slaap natuurlijk. Wat die heeft nou al? Ja, weet ik. Ik val nou al in slaap. Morgenavond is chill. Je hebt die salsa les, je hebt daarna salsa muziek. Maar dat is wel leuk en dan gaat de tijd snel. Dan gaat de tijd snel inderdaad. Ja. Nee, het zijn de nachten die worden het zwaarst. Kijk, op een gegeven moment als het eenmaal weer licht is, weet je wel, dan ben je waarschijnlijk wel gewoon over je slaap in en dan kan je wel weer. Maar ja. Die nachten die worden wel pittig. Ja. Yep. How are you feeling about Daantje? Hoop je tot ze gaat? Heel eerlijk? Natuurlijk. Waarom? Ze wil per se bellen. Dus als ze terugkomt en ze blijft, wil ze nog steeds bellen. Kost ons 40 punten minimaal. 25. Ja, ze wil 7 minuten of zo, weet ik veel. Ja. Dani! Hallootjes. Daan is er. Willen jullie allemaal eventjes hier komen zitten? Ik ga er geen heel lang verhaal van maken, want dan ga ik alleen maar huilen. Ik zit hier ook echt te trillen als gek. Zoals jullie weten ben ik dus naar het ziekenhuis gegaan. Daar heb ik echt wel heel erg voor pampus gelegen. De arts heeft gekeken met een neuroloog. Ze kunnen niet uitsluiten dat het iets anders is dan migraine. Dus er kunnen ook bloedvaatjes niet goed zijn in mijn hoofd, omdat het al zo lang duurt. Het is natuurlijk al 13 dagen nu. En 13 dagen is gewoon heel raar voor migraine. En nu heb ik echt wel zoiets van, oké, ga ik nu naar mijn lichaam luisteren of naar mijn hoofd? En mijn hoofd zegt van, ik wil dit avontuur heel graag met jullie afmaken. Maar mijn lichaam zegt, je moet het niet doen. En de arts heeft eigenlijk ook gezegd, als je hiermee doorgaat, dan kan er nog wel eens wat fout gaan, zeg maar. Dus ik ga mijn koffer pakken. En ik ga naar huis, nu, direct. En dat vind ik heel erg. En het doet me heel veel pijn. Maar ja, als ik dadelijk niet met mijn familie ben en springt iets in mijn hoofd, dan... Wat heb Eten ik dan? Voor jezelf. Helemaal niks. Dus ik wil jullie allemaal nu gewoon op deze manier heel erg bedanken. Ik heb echt een hele leuke tijd gehad. En toen ik hier binnenkwam, had ik nooit verwacht dat het zo zou zijn en zo zou voelen. En ik ben jullie daar allemaal stuk voor stuk heel erg dankbaar voor. Ik heb voor mezelf ook echt wel wat dingetjes af kunnen vinken waar ik heel trots op ben. Ik had het graag anders afgemaakt. Dat is heel begrijpelijk hoor. Ja. Ga mijn jas aan doen. En ja, maak er gewoon iets heel moois van. Ik ben heel benieuwd wie Ton gaat pakken deze maand. Ik vind het jullie allemaal en ja, ik hoop dat jullie er nog een top tijd van maken. Dit is schat. Dank je wel. Heel veel sterkte en rust gaan. Denk aan jezelf. Dag Daan. Wat voor fuck. I love you! Doei. Doei! Dit is raar. Nou, ik ben dus Danielle. Ik ben in het dagelijks leven voedingsconsulente. Ik hou verder heel erg van reizen, wow, van dieren. Girl. Ik heb er zin in. Je hebt echt buikspieren, hè? Ik heb wat erg warm van. Je wordt ook eenmaal rood, dus ja. Ik hoef eigenlijk geen zin nooit meer iets. Ja, oké, hou vast. Iets rechterop, als het lukt. Oké, ja. Wow. Je maakt je reputatie waar. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon laten zien dat ik ook wat kan. Dat ik ook hersenen in mijn hoofd heb. Mm. In plaats van alleen maar mijn tieten showen. Nou, jongens. Dat was de balans. 8 punten voor Erik. Tegenover 12 punten voor Danielle. En dat betekent, Danielle, dat jij dit duel gewonnen hebt. Gefeliciteerd. Ik wil wel eten of gegeten worden. Ja, daar ga ik toch nooit bij komen. Doe je best. Kom op. Ja! Het is wel ineens heel echt allemaal, hè? Ja, het is echt heel raar. Natuurlijk is het verdriet, maar het is voor haar ook een enorme opluchting. Dit is echt bizar, jongens. Ja.
verwacht dat ze snel een beetje weet waar het vandaan komt, hoor. Maar niet verwacht dat het best wel zo heftig was, zeg maar. Ja. We moeten door, jongens. Het verhaal van Danielle is niet het enige dat de nodige emoties losmaakt. De opdracht voor de slangen roept ook gemengde gevoelens op. Vooral bij Bo. Kijk, één nachtje opblijven met z'n allen fucking gezellig, weet je wel? Maar 48 uur. Je mag niet eens liggen, je mag niet eens... Donder op. Donder op. Ik ben zo blij dat ik die brief niet heb. Nee, donder ik kan het ook helemaal niet. Oh, god. Ik ook niet. Kijk, ik vind het leuk om mezelf uit te dagen, maar ik weet nu al... dat dit zwaar wordt, want ik op een gegeven moment gewoon echt helemaal dizzy ga worden en shit. Weet je wat is? Eén dag, dan gaat het lukken. Snap je? Maar twee dagen, dat ik niet mag slapen en morgen ook nog niet. En dan tot 12 uur. Kijk, als ik op een gegeven moment echt misselijk word en ik merk echt van ja, sorry boys, maar ik zit echt op het einde van mijn Latijn. Ik trek het gewoon niet. Nee. Dan gaan ze me waarschijnlijk allemaal haten en dan vinden ze me allemaal een sukkel. Geen Bo heeft dus weinig vertrouwen in de goede afloop en moet met leden maar open ogen toezien hoe iedereen zich klaarmaakt om naar bed te gaan. Maar gelukkig gaat Mary de mannen bijstaan voor morele support. Laat de jongens lekker hier zitten. Jij gaat laat ze lekker in slaap vallen. Jij gaat ons met ons wakker blijven, toch? Had je gezegd. Echt waar? Oh, 48 uur, dat is niks. Ja, maar ik ben niet betrouwbaar. Ik ben een bondgenoot. Te genieten, gewoon. Op dit moment. Nou, het is alweer bijna 4 uur. Ja. Weet je het nog? Oh, ja, joh. Je trekt het niet, hè? Huh? Je trekt het niet, hè? Ik vind het saai. Ik zie elke keer je ogen zo dichtvallen en dan denk ik, oh shit, daar ga je. Vogels worden echt gewoon weer wakker al. Ja, lijp, hè? Maar het maakt mij een soort, hoe zeg je dat? Mijn biologische wekker ook weer wakker of zo. Ja? Nou, dat is chill. Van oké, ik hoor vogels, de dag begint. Het is lekker als er vier van die zombies op de bank zitten. Mooi. Jullie moeten mij in de gaten houden, mijn ogen zijn echt zwaar. We gaan het halen, jongens. Ja, man. Geen probleem. Ik verlang op dit moment naar alles behalve wakker zijn. Snap ik. Ga gewoon lekker kletsen, dan gaat de tijd ook sneller. Lekker broodje, zeg. Ik heb al lang geen boterham op. Dat is een helder. Voor Sam is dit juist een hemelse dag. Na maanden van afzondering ziet ze eindelijk haar familie weer. Wat een gezelligheid. Ik heb je gemist op papa. Kijk, was het ook. Kijk, goed bezig. Oké, nou, kom girl. Wat gaan we doen? Ga even de jeugdherberg laten zien. Mikasa. Hebben jullie die gezien dat die hamburger ligt? Gaan we er niet over uitlaten. Lekker aan. Nee. Oh, nee, dat moet je niet meer doen, want dan gooi je je eigen raam in. Hè? Ja. Inderdaad. Tandje minder. Gooi het wel daar echt je eigen raam doorin, vrienden. Dat maakt mij niet uit. Ja, maar waarvoor zit je hier? Waarvoor zit je hier? Zit je hier om te lekken? Nee, je zit hier toch voor een doel? Beste Sam, gisteravond heb jij de regels overtreden door te likken aan een hamburger van een ander team. Volgens de regels betekent dit dat jij een gele kaart krijgt. Kijk, je hebt die gele kaart ontvangen en... Dat is ruk. Ja, dat was zo dom. Ja, het was echt... Maar je leert er wel van. Je bent zo gegroeid, Sam. Ja. En je eigen beslissing. Ja. En je bed opmaken. Nou weet ik dat je er ook kan. Nee. En dat je kan passen. Ik doe dat echt vaak, weet ik ook dat je er nou kan. Ik ben wel heel trots. Oké, jongens, doe het. Ja. Dus haal er alles uit wat erin zit. Ja. Ik heb wel een gedichtje geschreven voor jullie. Maar dan ga ik wel huilen. Oké. Nou, komt-ie. Oké, dankbaar. Ik ben dankbaar om jullie dochter en zusje te zijn. En dat ik dat mag zijn. Ik ben dankbaar voor hoe ik ben opgevoed door jullie. Jullie hebben me zo goed opgevoed en daar mogen jullie echt nooit aan twijfelen. Dankbaar voor de vrouw die ik langzaam word. Dankbaar voor alles wat ik hier ga leren en nog doen. Dankbaar dat jullie altijd achter me staan met alles wat ik doe en kies. Dankbaar dat ik voel dat ik jullie soms mis.
Missen betekent ook houden van. Snel zijn we weer samen, want wat is ons hele leven tegenover een paar maanden? Inderdaad. Ja, zo is het. Zo is het, Sam. Ja. Het bezoek gaat snel voorbij, maar voor de slangen lijkt de tijd stil te staan. En dat heeft duidelijk effect op het gedrag van Bo. Zo, je krijgt wel een bekje hoor, hè? Bo. Vindt bij de hand echt iedereen? Ja, stoertje aan het worden. Zo. 5 over 2. Hoi, joh. Tijdens de testosteron natuurlijk. Ja, bizar, hè? Ja. Ik denk dat hij heel kwaad kan worden. Als het niet goed gaat. Maar dit is wat hij, waar hij heel goed in is. En jij? Heb je wel wat gezien? Ja. Of niet? Trek je het nog, Bo? Ja, man. Een beetje moe, man. Ziet daar, ja. Ah. Ziet echt. Ja, echt kut. Ik kan echt niet opgeven, ouwe. Ik wil het echt niet doen. Maar ik heb het wel echt zwaar. Sam barst juist van de energie naar het weerzien met haar familie. Nu ze weten dat ze haar nog altijd steunen, kan ze er wel weer een paar maanden tegenaan. Houdoe, zeggen ze dan. Houdoe, hè! Blijf op blijven nadenken. Houdoe! Ja. Groet! Doei! En de dag wordt alleen nog maar mooier. Want de deelnemers hebben tijdens de laatste groepsopdracht een gezellig feestje verdiend. En dat was niet het enige wat ze naar binnen hebben gesleept. Jullie krijgen dus een cursus salsa dansen en 2 uur extra salsa muziek. Dus de groep krijgt vandaag eerst les van 2 professionals. En hebben dan later 2 uur de tijd om helemaal los te gaan. Ja, daar komen we dan. Ja, daar zijn ze. Hoge hakjes, hoge hakjes. Hallo. Hallo. Hallo, dames en heren. Welkom. Goedemiddag. Jamie. Hoi, hoi. Hoi. Wesley. Hoi. Ik ben Winder. Hallo. Dit is Jessica. En we gaan lekker samen dansen. Ja, joh, lekker. Ja, yeah. Heb ik zin in? Gezellig. Oh, kijk, we gaan Emma. Kleding. Hey. Wow. Nee, nee, nee. Stop met omkleden. We hebben kleding erbij. Ja, hey, de kleding trekken. Echt? Deze is precies wat ik wil. Maar geen jurk aan. Ja. Nee. Ik wil dit niet. Oké, cijfer van 1 tot 10. Ik vind hem wel echt heel mooi. Echt heel mooi. Wat kan jij mannelijker zijn dan ik? Even serieus. Dit is echt niet grappig. Chance met hem. Oké, okay, dames en heren, we gaan lekker swingen. 5, 6, linker basis. Links, rechts, links, rechts. 1, 2, 1, 2. Dit wordt onze basis, heel goed. Oké, okay, volgende stap. Oké, okay, als iemand irritant doet tegen jou, dan zeg je whatever. Wat zeg je? Whatever. Ik hoor je niet, wat? Whatever. 1, 2, 1, 2. En schuif. En schuif. En schuif. En schuif. Oké, okay, loop naar voren, loop naar voren. En we gaan zakken, 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 zakken. En naar achter. Oké, okay, let op. Nu gaan we op gevoel. Ja. Are you ready? Loop naar voren. Loop, loop. 1, 2. Hey. Hey. Uit elkaar. Ja, ja, de en samen draaien. Hey. Naar rechts. Ja, wat is jouw rechts? Okay. Uit elkaar. Ja, dat is het. Ja. Top. Heel goed gedaan. Hey, dames en heren, wat is het? Leuk, hè, Mel? Gewoon lekker samen kunnen dansen. Ja, dat was echt super cool. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond dansen met jou ook echt super leuk. Ik ook. Maar ik ben wel echt heel moe. En honger, heel hongerig. Hij is inmiddels al meer dan 24 uur wakker. Net als zijn teamgenoot Bo. Die moet vechten tegen de slaap. Maar ondertussen wordt hij door andere teams flink dwars gezeten. Mooi een wijntje? Nee. Neem maar een glaasje wijn, joh. Nee, joh. Knap je op. Dan zit je dan met een pak hagelslag of zo, Tom. Je zit met een pak hagelslag. Ik wil het gewoon graag halen. Je kunt hem ook sporten. Kom, Bo. Ik ben toch een nee. Minuutje. Kom. Nee. Nou ja. In de woonkamer wordt Bo niet met rust gelaten. Maar de keuken lijkt ook niet de plek om tot rust te komen. En jij wilde misschien wel of niet drinken? Ja, ik ga wel wat drinken hiervan. Ik heb maar 3 biertjes gehad. Je moet altijd zelf pakken wat je zelf wilt. 3 biertjes? Ja, jongens, ga bier drinken. Oh, ik vind het echt irritant. Mensen die maar de hele tijd zitten te pushen. Ja. Ik vind het echt irritant. Ga liggen, ga drinken. Oh, ga dit, drinken. Ja. Oh. Ja, welkom bij de bondgenoten. Ah, ik ga mijn ogen echt voor niemand dicht doen, hoor. Ja, man, niet meer testen, hoor. Want ik word echt boos. Yes.
samen. Ja, man, ik ga het niet doen. Klaar. Niet... De hele tijd mijn gezicht wordt er gek van. Hoofd heet! Wat heb jij gedaan, Molly? Wat heb je gezegd? Ik zei, neem een biertje. Oké, okay, luister dan. Of ik ga meer, of ik ga Mary eentje geven, of ik blair haar. Wat dan? Irritant, man. Zeg ze dan. Ja. Ze heeft al 500 keer gezegd, neem lekker een wijntje, ga lekker liggen, doe lekker je ogen dicht. Zeg maar, drie keer grappig. Vijf keer kan ik hebben. 360 keer wordt echt vervelend. Dat zei ik net van. Ik vind het nu echt irritant. Ja, snap ik. Zeg, ik ga het niet doen, dus hou op, klaar. Ja. Klaar. Ja, ik snap je wel. Kom maar goed, jij kan dit. Ja. Ja, jongens! Muzika! Kijk die Wesley dansen, joh. Kijk die kop, joh. Kijk die kop, joh. Met z'n wijn. Oh. Kijk die Wesley dansen, joh. Ja. Ik ken toch niet? Sorry, hoor. Dit is toch niet normaal, Erik? Van zin om dat wijntje zo... Dit is toch zichtig mooi? Vind je het leuk? Dat kan toch niet? Kijk ook even hoe best die dat. Ik moet het stom geven gewoon. Kijk dan. Ja, ze wijn. Ja, wij niet. Ik hou hier zo van. Dit staat standaard aan bij mij. Ja, mij ook. Ja. En hoe gaat het met je vorstje? Weet ik niet. Weet je waar je het over hebt? Je weet al precies hoe ik over haar denk. Nou, nee, ik weet niet precies. Ze is gewoon met die, zeg maar, in heel. In bijna alles. Ja. En dat is apart. Als ik haar buiten zou zien, zou ik hem vergeten. Ja? Ja. Punt. Oké. Okay. Maar tegen niemand vertellen, hè, wat ik tegen jou verteld. No worry. Hij is voor mij wel verliefd op die Kim. Ja, denk ik ook. Ik denk dat hij heel snel verliefd is. Nee, hij is snel verliefd, ja. Van die onzekere jongen. Het is wel sexy dit. En dan gaan we naar achter. Jij lijkt, ik ben een vrouw. En dan? Hamburger. Wat ga je dan doen? Je de hamburger toch? Ja, we moeten eerst zo nog doen. Is dat zo? Je begint weer met te dansen. De slangen hebben hun avondeten al klaar, maar is dat wel verstandig? Het slaaptekort maakt misschien hongerig, maar een volle buik juist extra moe. En ze moeten nog een hele nacht doorhalen. Ik ga een afternoon dip krijgen, ik voel het. Ja, altijd. Als je eet, dan is het kut. Ik pak de stok alvast. Ja. Stok? Oh. Ik wist dat ik moest luisteren naar mezelf. Ik ook. Niet eten, niet zo vroeg. Veel later. Nee. Dan kak je helemaal in. Wil je hier of hier? Ja. De slangen zijn bezig met een missie om 48 uur lang wakker te blijven. Er moeten nog één lange nacht vechten tegen de slaap. Maar als dat lukt, mogen ze 25% van de punten weghalen bij een ander bondje. Oh, ik vind het zo erg voor jou. Ja, dat arme kind. Oh, ik heb echt heel... Ik zweer, ik heb echt met je te doen. Ik ook. Ik bedoel dit echt niet lullig, maar oh, jij hierbij zit, respect. Oh, lieve. Slaap lekker. Ik ga me wel van voor mensen die voet naar bed gaan. Ja, dit, dat was het gewoon expres. Laten we met z'n allen voet naar bed gaan. Ja, dan hebben ze het moeilijk. Melanie zit dan wel in een ander bondje, maar voor haar vriendje Bo heeft ze alles over. Dus ze wil hem graag wakker houden tot het eind. Maar ja, ze is wel een beetje verkouden. Wat doe je, Mel? Sorry. Ja, dom dit toch? Vliegt aan mij. Je mikt gewoon je snot in. Ja. De hel. Ik doe dat toch niet expres? Jezus, even serieus. Je kijkt me onderhand aan. Je kan wel zo lullig tegen me gaan doen, maar ik word wakker voor jullie omdat ik jullie wil gaan helpen. Ja. Dus je kan beter ook gewoon normaal tegen me doen. Dat betekent dat je het neus voor mijn gezicht snuit, ga dan maar weer lekker slapen. Ik bedoel, als je zo tegen me wil gaan doen. Hier zijn we wel een... Geeft wel reuring. Bo doet er ook echt alles aan om jou wakker te houden. Hij zet zelfs liefde op het spel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook gelijk helemaal aan. Ik ook. Hij is ook gewoon moe en geïrriteerd. Ik wil gewoon op tijd opstaan, zodat ik jullie gewoon kan helpen. Dat vind ik leuk en dat heeft hij gevraagd. Ja.
Ik heb er ook helemaal geen energie voor, joh. Nee. Dat moet ook gewoon snappen. Ik kom hier van jullie. Ja, als dat betekent dat je snot bent, ja. Dan kun je beter in bed blijven liggen. Hij waardeert het sowieso dat je gewoon er bent. Alleen, hij waardeert het niet zo dat je je neus snijdt op zijn gezicht. En die, nee, weet ik, maar die moet je dan eventjes slikken, denk ik. Super lief, maar ja. Liever hulp in een andere vorm. Ja. Hey. Je weet waar ik zit. Ja, maar ik ben ook net wakker. Ik deed het echt niet expres. Ik wil echt niet in je gezicht snotteren. Ja, dat... Maar al was dat niet expres, ik kreeg gewoon snot in mijn gezicht. Ik vind dat ik dan best wel even boos mag zijn. Ja, klopt. Fuck dat, man. We hadden die brief gewoon weg moeten pleuren. Ja. Ga zitten hier. Lopen kost me alleen maar onnodige energie, heb ik het idee. Ik denk dat we gewoon moeten eten. Gewoon. Ik kan wel pannenkoeken maken. Dat is wel oké. Ja? Holy shit, man. Jullie de volgende keer niet meer zo klappen met die deur. Ik ben de hele dag wakker geweest. Hè? Maar eens horen. Het klinkt heel hard, de echo. Tot boven toe. Oh. Sta je niet bij stil, maar moet je maar eens opletten. Als je het lef hebt om dat te zeggen in plaats van... Goh. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Is het jullie gelukt? Zij is echt zo zuur. Erik zat gisteravond echt zo... Zo zat hij. Hoe kunnen ze nog steeds wakker zijn dan? Ja, dat snap ik ook niet. Ik zal het over 2,5 uur zien. Ik had echt niet van dat je 48 uur wakker kan blijven. Echt niet. Weet je hoe lang 48 uur is? Uur echt next level. Dit is wel ons laatste maaltijd. Deze lijdensweg. Ja. Die we hebben afgelegd samen. Dat is heftig. Maar het is wel hard, als we dit halen. Dat we wel gaan halen. Ja. Ja, dat is echt kicken. How are you? Breed van de wereld of zo. Het lijkt wel alsof je iets genomen hebt. Nee. Ja. Het is echt bizar. Hun ook allemaal. Ja. Ja. Het is echt zo heavy. Dat verwacht je echt niet. Nee, ik geloof het meteen hoor. Het is echt, Maar je ziet het ook aan jullie. Ik had op een gegeven moment een moment en iedereen dat mijn benen gewoon zo deden. Ik kon gewoon niet... Oh, echt? Het viel gewoon uit. What the fuck? Omdat je gewoon zo moe bent. Maar 48 uur is echt lang. Ik had echt niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Nee. Ik zou dit echt nooit meer doen. Nee. Maar oprecht niet. Nee, ik geloof het. Ik denk ook dat weinig hem hadden gered, hoor. Niemand. Want je moet echt wel... Ik had het gered. Zijn jullie niet wakker geworden van die deur de hele nacht open en dicht? Keuken hier. Als je die deur dichtgooit, test het maar, dan gaan de muren zo trillen. De hele nacht door. Blijkbaar hoor ik dat alleen. God. Laat me. Laatste minuut. Houden jullie het nog een minuut vol, denken jullie? Voel je ook misselijk van de moeheid? Nou, mijn darmen waren gewoon van slag. Voor nu heel even, maar... Dat verandert met het uur. 7, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De slangen hebben door 48 uur niet te slapen hun missie goed afgerond. De vraag is nu, welk team kiezen zij uit die 25% aan punten moet inleveren? We hebben voor de gieren gekozen, omdat we anders maar 25 puntjes kregen voor 48 uur niet slapen. Dus het doet wel echt oprechte pijn überhaupt om punten te moeten pakken, maar we hebben jullie gekozen. Ja, omdat we dan gewoon wat meer puntjes krijgen. Jo, dat halen we wel weer in, hoor. Oh, oh man. Mijn bed. Oh, fuck. Dat is echt lekker. Oh. Lekker. Oh, dat is lekker. Zo. Ga op je rug liggen. Ik heb lekker in bed gelegd. Oh, chill. Je hebt het wel gered. Echt top, hoor. Ja, echt fucking goede prestatie. Oh, slaap lekker. Morgen in de Bondgenoten. De groep is in de greep van een gestolen chocoladereep. Mr. 1. Iemand heeft er eentje gejat. Ik zag ze liggen. Mensen hebben hier gretige handen, hoor. Eigenlijk niet normaal. Weet jij me niet? Nee. Wie heeft die chocoladereep gegeven? Ik zou de politie bellen. Tot morgen.